Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. Joehoe, kikke. Ja, jongens, ik heb vandaag voor jullie weer MW3. En waarom MW3? Omdat ik Black Ops 2 een beetje zat ben. Ik blijf wel uploaden, maar gewoon minder. Ik denk dat ik gewoon vaker MW3 en Battlefield ga uploaden. Maar goed, dan weten jullie even hoe of wat. Het is alweer behaald. 3516 abonnees. Echt, iedereen wil ik daarvoor bedanken in ieder geval. Bij iedere 500 abonnees doe ik altijd een Q&A. Voorlopig nog. Mocht het in de toekomst zo hard gaan, dan doe ik het om de 1000 of zo. Of om de 2,5, weet ik veel. Maar voorlopig doe ik nog gewoon om de 500 abonnees. Doe ik een nieuwe Q&A. Dus het zijn weer 500 nieuwe mensen erbij. En dat vind ik best nog wel veel. Dus... ja, daarom zeg ik ook, jongens, als jullie wat te vragen hebben of wat dan ook, stel het gerust. Dan ga ik dat allemaal beantwoorden in een videootje. Je kan gewoon de gekste vragen stellen. Ik ga ook het meeste gewoon beantwoorden. Of er moeten hele vage vragen bij zitten waarvan ik denk van, nou ja, het zal allemaal wel. Dan ga ik dat natuurlijk niet doen. Dus wees wel een beetje serieus ook gewoon. En dan ga ik ook natuurlijk alle vragen beantwoorden. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in om dat te gaan doen. En ja... dan komt gewoon alles weer helemaal goed natuurlijk. Oké, dit is een potje Dome. Dit is van vanmiddag. Ik heb vanmiddag, begin van de avond. Ja, het is nog middag. Maar goed, heb ik dit potje gespeeld. En ja, het is gewoon full party. En het ging op zich wel redelijk, weet je. Het gaat niet echt weer van het leidakkie. Het is geen Moab. Er zit wel een Moab in, maar die is niet van mij. Ik zou zeggen, check gewoon de video. Hij had hem gehaald. Toen riepen wij ook gewoon, jongens... gewoon nog niet inzetten, doe gewoon bij het einde. En ja, het jammer is dan weer van MW3, is dat mensen gewoon weer gaan lieven als ze een Moab tegen hebben, weet je. Aan het einde zie je dat ook gewoon. Dan blijft er uiteindelijk blijft er maar eentje in en voor hem heb ik respect, weet je. En de rest heb ik allemaal zoiets van, what the fuck, wat... beetje jammer. Wat ik ook heel erg jammer vind, is dat ik mensen altijd session ga joinen. Ik speelde nou ook met Full Party... en die mensen die sturen mij netjes een bericht. Jeff, mag ik meespelen? En natuurlijk mag dat. Als er ruimte is en ik heb er zin in. Ik hoef niet een speciaal videootje te opnemen. Dan kan je gewoon meedoen. En dan krijg je ook altijd wel een invite van me. Nou zijn er ook weer 4 gasten waren dat. Die waren constant aan het session joinen. Nou, ik kan dus niet online spelen. Dus dan moet ik hem weer offline zetten. Een beetje jammer vind ik dat. Stuur gewoon een berichtje. Jeff, kan ik meedoen? En als er plek is, dan kan je gewoon meespelen. Want dan stuur ik je gewoon een invite voor de party. En dan kan je gewoon bij mij in het team. En dat is gewoon een stuk leuker ook voor jullie om te spelen. En voor mij ook, weet je. Want dan is het voor mij ook tenminste een beetje speelbaar. Dus ga niet meer session joinen, jongens. Ik heb er geen trek in. Ik vind het gewoon... een beetje kinderachtig ook als je dat doet. Stuur gewoon een berichtje, Jeff, kan ik meespelen? Kan dat? Dan kan je gewoon meedoen. En anders heb je gewoon pech, dan kan je misschien s'avonds meedoen. Of als er eentje weg gaat, kan je dan meedoen. Dan stuur ik je gewoon in feite. En anders heb je pech en dan duurt het gewoon even 24 uur. Of misschien wel korter, zodat je mee kan spelen. Dus ik zou zeggen, jongens, alsjeblieft, ga niet meer session joinen. Want daar heb ik echt een hekel aan. Zoals jullie zien heb ik nou ook een nieuw logo van Xbox Totaal. En die flipt gewoon iedere keer om. Het is ook gewoon de kortingscode Team Dief natuurlijk. Als je je punten bestelt via Xbox Totaal, dan voer je die code in en krijg je een klein beetje korting. Dus zodoende. En daarom staat dit in mijn video's allemaal. Het is gewoon mijn sponsor. Het is niet van mij. Het is niet een bedrijf van mij. Hij sponsort mij gewoon. Ik ben er gewoon best wel blij mee. Tenminste, best wel blij mee. Ik ben er gewoon blij mee. En ik kan ook giveaways gaan doen. Ik heb ook zoiets van, weet je wat, Jeff, het is misschien ook wel weer leuk. Je hebt de 3516 abonnees alweer behaald. Dus we zijn van die 3000 af. Laten we gewoon de giveaway gaan doen. En het leuke hiervan is, mijn giveaways die geef ik weg aan mijn subs. Aan de mensen die mijn video's kijken. Ook zoals je in de titel ziet staan, staan daar gewoon 3500 subs. Daarom Q&A. Stel je vragen en dan komt alles wel goed. Want ja, die Q&A ga ik doen. En waarom zet ik nou niet in mijn dinges neer van ik ga een giveaway doen. Want dan krijg je altijd mensen die eigenlijk nooit je video's kijken. En ik heb zoiets, het is wel leuk weet je, van de mensen die altijd mijn video's kijken. Zodat die uitgezocht worden. Nou ja goed, voor de giveaway. Die wordt natuurlijk weer gesponsord door xboxtotaal.nl. De goedkoopste in gamercards.
Hij staat ook zeer bekend voor de goede service die ze hebben. En ja, ik haalde daar ook altijd al mijn punten. En ik moet zeggen, het is altijd top geregeld. Je betaalt en je hebt meteen je code krijg je in je scherm te zien. Ook wordt die nog eens een keer gestuurd via e-mail. Dus ja, klik je hem per ongeluk weg. Dan krijg je hem ook altijd nog eventjes in je e-mail. Dus ik kan altijd terugkijken. Nou, zijn er problemen, dan moet je gewoon even een mailtje sturen naar Xbox Totaal. En ja, gehaaid krijg je daar reactie op. En dan wordt het gewoon keurig netjes afgehandeld. Goed, en voor de giveaway, wat moeten we doen? Dit keer gaan wij een zin afmaken. De zin is, ik game veel in de vakantie, omdat... ...... Dus dat moet je zelf dan even invullen. Ik game veel in de vakantie, omdat... En dan je verhaal. Dat wil ik gewoon graag weten. Dat vind ik erg leuk om te horen. En dan maak jij kans op die 800 Microsoft punten. Nu wordt het voor mij wel heel erg verwarrend. Want ik vraag aan jullie van maak de slagzin af. Ik game veel in de vakantie omdat... ...... Dus dan maak je je verhaal. Dus dan tik je dat ook even in. Hè, van ik game veel in de vakantie omdat... En dan doe je gewoon je verhaal erbij. En ik vraag natuurlijk aan jullie gewoon... Jongens, als er vragen zijn, stel ze in de reacties gewoon voor de Q&A. En dan doe je gewoon even apenstaartje, vraag. En dan stel je gewoon je vraag. Dan wordt het voor mij ook wat duidelijker, want dan kan ik ook voor het inspreken van de video... kan ik meteen zien van, oh, dat is een vraag. Dus dan doe je gewoon even, als je een vraag stelt voor de Q&A, doe je gewoon even apenstaartje, vraag. En dan stel je je vraag. En dan kan ik die gewoon gaan beantwoorden. En voor de giveaway, voor de 800 Microsoft punten, doe je gewoon even de slagzin invullen. Of tenminste de zin afmaken. Ik game veel in de vakantie, omdat... En dan je verhaal natuurlijk. Nou, het lijkt me allemaal heel duidelijk. Het lijkt me ook heel erg simpel voor jullie. En ik denk dat ik er wel hele leuke reacties op ga krijgen. Ook voor de vragen. Ik hoop dat ik ook heel veel leuke vragen krijg. Want ik... daar ga ik misschien nog wel een beetje filteren. Maar goed... Dus stel gewoon je vraag en dan gaat alles helemaal goed komen natuurlijk. Ik ga in ieder geval vanavond weer lekker even vliegen. Het is nu ondertussen 6 uur van inspreken, dus ik moet even gaan mijn broodje maken. Want ik wil om 7 uur wil ik op het veld staan. En dan kan ik lekker nog even een avondje vliegen. Morgen zal er een nieuwe video online komen. En dat is van Battlefield met ome Henk. Die komt sowieso. En misschien wel een Trails Evolution. Dat is een motocross spel natuurlijk. Trails, dat ga ik nog even solo doen. Dit keer nog niet met Paul, maar dat ga ik dan een andere keer doen. Dus ja, dat kun je morgen verwachten. In ieder geval een ome Henk en een Trails Evolution Fit. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Ook wil ik nog eventjes iedereen bedanken voor het subscriben, voor alle steun. Vooral de laatste tijd heel veel mensen die mij ook steun geven, omdat het niet zo heel lekker meer liep. In ieder geval jongens, allemaal bedankt daarvoor. En ik krijg er steeds meer zin in. Ik heb er, die zin is nu niet echt weg geweest. Maar goed, ik heb er nog steeds heel veel zin in YouTube, ook in het gamen. Helaas wat minder in Black Ops 2. Maar goed, die nieuwe map packs, die vind ik nog wel heel erg leuk om te spelen. Maar het probleem is, dat is eigenlijk de mensen die de game spelen. Dat vind ik heel erg jammer. En er zit gewoon heel veel overpowerde dingen in. Dat ik vind van, nou ja goed, dat hadden ze er beter uit kunnen halen. Maar goed, het is gewoon niet anders. Het zij zo. Ik ga dus nog eventjes van het weer genieten. Ik zou zeggen jongens alvast, bedankt voor het kijken. De gameplay zit er alweer wat op. Maak de zin af. Ik ga op vakantie. Ik ga op vakantie, ik neem mee. Nee, ik bedoel. Ik game veel in de vakantie omdat. En dan maak je je zin af. En stel gewoon eventjes je Q&A vraag. Gewoon apenstaartje vraag en dan stel je je vraag. Het is allemaal zo simpel. Jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk even niet een like te geven. En vergeet natuurlijk ook niet eventjes de beschrijving te lezen, want daar vind je een hele hoop informatie. Vaak is het zo dat er een vraag gesteld wordt, terwijl dat gewoon in de beschrijving staat. Volg mij ook gewoon eventjes op Facebook. Hè? De link daarvan staat ook gewoon in de beschrijving. Dus gewoon even lekker Facebooken bij mij, gezellig. Soms ben ik ook nog wel online en dan kan je ook gewoon gaan chatten nog eventjes met me. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later.
Ciao.